De 35-jarige Belgische automobiliste die in oktober vorig jaar twee fietsers doodreed in Ulikoten, moest donderdagmiddag voor de rechtbank in Breda verschijnen. De eis was een gevangenisstraf van 8 jaar en een rijontzegging. Voor wat hij waard is natuurlijk tijdens zo'n lange gevangenisstraf van 5 jaar. Hoe kwam het dat hij zo hoog was? Die is inderdaad heel erg hoog, want bij verkeerszaken worden dit soort eisen nooit gesteld. Ik heb het althans nog nooit meegemaakt. Maar het is natuurlijk ook geen reguliere verkeerszaak. Volgens de officier van justitie is dubbele doodslag bewezen. Heeft de verdachte mevrouw willens en wetens de kans aanvaard, zoals dat heet. Willens en wetens de kans aanvaard dat ze mensen zou doodrijden. Wat dus ook gebeurd is, want ze heeft twee dodelijke slachtoffers gemaakt. De officier heeft ook het voorval in Apeldoorn aangehaald, klopt dat? De officier van justitie die heeft gezegd in de richting van deze mevrouw, maar dat geldt natuurlijk in zekere zin ook voor het wat zich in Apeldoorn heeft voorgedaan, dat ze haar auto als wapen heeft ingezet. Deze mevrouw heeft de auto als wapen tegen zichzelf gebruikt, zei de officier. En ja, iets soortgelijks kun je je zo meteen in Apeldoorn gaan afvragen. En het zou kunnen zijn, zeg ik voorzichtig, dat de hoogte van de straf een beetje een opmaat is naar wat we in Apeldoorn te zien hebben gehad. Ze was dus ook zelf aanwezig. Heeft zij vanmiddag ook spijt betuigd? Nee, althans nauwelijks. Ja, ze heeft alleen gezegd, van, ja, ik was absoluut niet van plan om anderen iets aan te doen. En er zijn slachtofferverklaringen voorgelezen van de nabestaanden van beide slachtoffers. En die beide slachtofferverklaringen die sloten af met de afschuw van het feit, over het feit dat mevrouw geen enkele spijt in hun richting heeft betoond. Wanneer doet de rechtbank uitspraak? Over 2 weken.